Nee, nou wist u en niet de man van Willy Dobben. Wie is Willy Dobben? Nou ja, dat wist u dus niet. En u wist geen liedje van vader Abraham. 2000 gulden zijn aan u voorbij gegaan. Met de reiskosten gaat u... Ja, die krijgt u na afloop van meneer Van Duivenbode. Ja, maar dat niet dadelijk van, jongens. Het staat er lekker op, licht uit, sta ik in donker met mijn spoorkaartje. Nee, meneer, zult u nou toch niet over de reiskosten? Ik heb ik heb een hele nare gedacht. Nou, ik heb zo'n nare... Oh, ja, ik heb een hele nare gedacht. Oh, nou, dat is vervelend. Oh, zet de tijd maar even stil. Hey. Nee, anders laten ze de klok doorlopen, dat u even de tijd hebt dat u kunt vertellen. Maar u moet natuurlijk wel opschieten, hè? Wel opschieten. Zo, wij hebben hier dus een dag van gemaakt, omdat we hierheen moesten natuurlijk, hè? Ja, nou, vertel en, dus wij met z'n allen in een auto, weet je wel, hè? Mijn schoonmoeder, mijn schoonzus en mijn schoonbroer, de rest kon niet mee, want die waren nog niet schoon. Dus nou, dan maken we een leuke dag, gaan we voordat we hier naar de quiz gaan, gaan we leuk naar Wassenaar en zo, weet je wel. En even Rotterdam naar de Ronfabon, een restaurant. Dus wij komen dus in Wassenaar, wat denk je, groot bord, duim dicht. Nou, dat is niet, hè? Dus zei, nou, dan gaan we door naar Rotterdam en rond van Boden. Altijd gezellig. Waar komen Rotterdam, wat denk je? Nou. Waterweg. Ja, maar dat is nou, daar dat ook zo. Wij gaan ook een dagje dat is op stap, toch niks hè? Bijzonders? Nou, zeg maar, schoonmoeder, gaan we door naar het restaurant. Dus wij gezellig naar het restaurant. Kom maar het restaurant, groot bord, weg restaurant. Zijn naam is een restaurant aan de weg. Dus wij komen binnen, hangt er weer een groot bord. Dag, menu. Nou, doe ik gek, hè? Dat heet toch zo. Ik kan je voorstellen dat je dat gek wordt, hè? Maar het ergste, wij gaan naar buiten, wat denk je? Wegvervoer. Auto gejaagd, wegvervoer. Nou, dat is vervelend. Dat is vervelend. Nou, dat is heel vervelend. Goed, ja. Nou, dan gaan we nu beginnen met vraag 3. Ja. We moeten opschieten. Dat is een muzikale vraag. Moet de klok niet lopen? Ja, dit doen ze nu gelijk. Oh, zag ik al dat die loopt. Let goed op. U gaat een liedje zingen. Ga ik een liedje zingen? Ja. En ik ga er met een andere melodie dwars doorheen. Maar, nou is het de bedoeling dat... Een beetje misselijk wil ik. Ja, dan moet u ook stilzitten. Oh. Hou u een beetje stevig vast. Hè? Dus ik zeg, ik ga er met een andere melodie dwars doorheen. Maar daar trekt u zich niks van aan. Gedurende een minuut zingt u dat liedje. Ik zal zeggen hoe het is. Heel makkelijk dit. T voor toe en toe voor die. T voor toe en toe voor die. T voor toe. En toe voor die, die voor toe, en toe voor die. That's all. Is dat het al? Ja, dat is alles. Zonde. Ging net lekker. Ja, ja, dank u, dank u. Maar goed, dat moet u nou zingen, hè? O ja? Ja. Oh, dat is makkelijk. Ja. Dat ken ik. Natuurlijk. Goed, nou, daar gaan we. Ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hoe begon het ook alweer? Die voor toe, en toe voor... Weet je wat? Ja. Oké. Okay. T voor toe, a toe voor die. T voor toe, a toe voor die. T voor toe, a toe voor die. La Havana. T voor toe, a toe voor die. T voor toe, a toe voor die. A T voor toe. Havana Gila, Havana Gila. T voor toe, en toe voor die, die. Hava, Nagila, Hava. Kijk, u hebt er misschien zelf geen erg in, hoor. Maar u zingt een heel ander liedje dan ik. Ja. Gaat u wel? Ja, dat u meezingt vindt u prima, maar je moet hetzelfde liedje zingen, nee. Als wordt een rommeltje. Nee, maar dat kan is mij toch... niet schelen, maar je staat zo vergek voor maar... thuis, hè. Zeg, hoor, hij kan al niet eens meezingen. Nee, maar het is juist de bedoeling dus dat u het zeggen, volhoudt. Dat u moet het volhouden. Wat ik ook doe, laat mij maar fietsen. Daar heb ik last van. Ja, dat is de bedoeling. Daar raak ik in de war. Maar u krijgt 3000 gulden als u een minuut lang dat liedje volhoudt. Oh, je probeert mij even 3000 gulden door mijn neus te boren. Nee. U moet het volhouden. U moet op mij niet letten. Laat mij maar fietsen. Ja, zo ver mogelijk. Ja, nou, daar gaat hij. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hoe begon het ook alweer? T voor toe. T voor toe. A toe voor die. A tree voor toe. A toe voor die. Nagila. Nee. T voor toe. A toe voor die. Hava. Nee. T voor toe. A toe voor die. Hava. Nee. T voor toe en toe voor die hava. T voor toe en toe voor hava. Wat een zootje.
dat u daar nou zo'n moeite mee hebt, hè? Nee. Zag het zo, dat is misschien voor u makkelijker. Als ik nou zing van we gaan we kietelen en dan doe u van toet voor toet. Oké, ik wil alles voor u doen als u die 3000 gulden voor maar u natuurlijk. Oké, okay, zet hem op. U gaat beginnen. Ik begin. Ja? Havanagila. Tifoto en door. Havanagila. Tifoto en door. Havanagila. Tifoto. Alle mensen, wat gebeurt hier allemaal? Zit midden in de uitzender. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Meneer Geduivenbode. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Hoe kunt u nou zo iemand door de voorronde laten komen, meneer Van Duivenbode? Ja, daar ben ik niet alleen verantwoordelijk voor. Dat kan toch helemaal niet? Kijk nou eens wat er gebeurt met die man. Dat kan toch geen uit? Kom die stoel uit. Help hem die stoel uit. Als ik maar wist. Hoe? Ja, hoe? Juist, ja, meneer. Hoe? Dat is belangrijk. Zo. Het hoe. Verschrikkelijk. T voor toe, en toe voor thee. Havana. Meneer Van Duivenbode, deze man moet weg. Ja, kan absoluut zo niet. Ben u meneer Van Duivenbode? Ja, dat ben ik, ja. Is dat meneer Van Duivenbode? Die ken ik heel goed. Die ken ik heel goed. Van Duivenbode, hoe is het met alles goed, hè? Kijk, je gaat zien, alles goed, hè? Ja. Alles goed, maar... Meneer de Vrieder, waar kent u meneer Van Duivenbode dan van? Die is getrouwd met Willy Dobber. Nou, goed, hè?